Welkom bij deze nieuwe video. Jana, die is er niet vandaag. Heerlijk, lekker rustig. Yo! Er wordt echt een mannenvideo. Achter de camera staat Romy. Hallo. En we hebben hier Dante, Bo, Jendor, Frank. Wij gaan vandaag het verschil tussen mannenturnen en vrouwenturnen een beetje uitdiepen. Dit, zien jullie dit? Ja, oké, okay, zien jullie vast. En voordat we daar comments over krijgen, ik heb het hard geperst in een hollowback en nu zijn allemaal aderen hier kapot. Hollowback. Wat is een hollowback? Dit is een bek en die is hollow. Holle rug. Kijk, oh. Dat is een hollowback. Nou goed, en als ik dan daar dus harder... Kijk, je ziet al mijn hoofd is aardig groot geworden. Het zakt nu gelijk. Als ik dan nog erg mijn best doe, dan knap mijn ader in mijn gezicht. We beginnen op vloer. We hebben hier vier mannen. Die laten allemaal vanuit het hoekje gewoon één onderdeel zien als man. Wat je doet maakt niet uit, maar gewoon een sprongserie. Arabier, flikvlak, salto's, overslag. Maar gewoon als een mannenturner. Nou, we gaan. Echte mannen. Yeah, mannen. Ik doe mannelijkse man. De mannelijkse man. Oh, wow, wow, wow. Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Wow. Wow. Oké, het is geen turncombinatie, maar wel leuk. Ik doe koprol naar backflip, punch naar frontflip, naar Arabier. En dan ga ik een dubbelschroef uit mijn kont persen. Oh, lekker. Een pauze en een beetje moeite, maar... We hebben vier mannetjes gezien. Nou krijgen we diezelfde vier mannetjes weer te zien. Ja. Alleen dan moeten ze iets vrouwelijks laten zien over de vloer. Wat ik turners heel vaak zie doen... Turnsters. Is overslag salto. Dat is altijd, ze breken echt in hun rug altijd. Zeg dit. En dan is het dit. Ik doe altijd 30 keer dit. Wat? Lekker vriendin! Ja. Oh! Wow! Ik heb dat nog nooit een vrouw zien doen. Danielle, gaat het goed zo? Ja. Prinses, je kan het. Yes, girl. Oh, girl. Go for it. Francisca. Ja, normaal gesproken is het zo dat jongens hebben altijd een vloeroefening zonder muziek. Meisjes doen dat altijd op muziek. Er moeten ook dansachtige vormpjes in. Frank is daar een meester in. Meester. Gratie van de jury. Ja, komt ie. Ja? Ja. Akkoord. Dan gaan we. 1, 2, 3, 4. Volgens mij hebben we duidelijk het verschil laten zien tussen vier mannen en vier vrouwen op vloer. Wij gaan door naar de balk. Nou, we zijn nu bij de balk. Bij de balk is het natuurlijk zo dat jongens, mannen, doen geen balk. Dus zij laten gewoon wat onderdelen zien op de balk. En dan maakt het niet uit of ze dat als man of als vrouw turnen, want ze doen nooit balk. Dus dit wordt sowieso komisch. Oh! Wow! Ja! Kijk! Oh. Ik
tel tot 3 en dan kijken we wie in welke vorm dan ook het langste in handstand kan staan. Ja. 3, 2, 1, go! Ah, oh. Wat doet Jendor? Handstand. Ik vind de winnaar eigenlijk wel weer daarbij. Ik vind de originaliteitsprijs bij Jendor vind ik wel terecht. Wij gaan door naar het laatste toestel, de brug. We zijn bij de brug ongelijk. Natuurlijk ook weer een toestel wat alleen maar door de dames gebruikt wordt. Dus ik ben heel benieuwd wat de vier meisjes hierop laten zien. Meisjes, heel veel succes. Bedankt. Ik kan eigenlijk maar één ding hier. Kom maar één ding, meer kan ik niet hierop. Oh. Wow! Hij kan een half ding! Ja, ja, ja. Ja. Wow! Echt leuk dat jij gewoon Russisch bent dan, hè? Francesca. Hey, maar er zijn er meer die dat kunnen. Wow! En hij doet ze gewoon aan elkaar. Engeltje af. Hij heeft er zin in. Hij heeft er zin in. Uh-oh. Hoppa! Oh! Hey, wie vond je nou eigenlijk het beste? Wie zou je met een pruik meenemen naar een wedstrijd? Geen van allen, geen van allen. Bo komt het meest in de buurt van een oefening. Ja, maar ik vond Jendor wel het spectaculairst. Maar ik vond Frank wel het vrouwelijkst. Ja, die Dante. Maar het is ook alweer fijn dat je het minste vrouw bent. Daarom ga ik voor revenge. Oké. Okay. Yes, zo goed. Oh. Fabulous. Apart. Oh! Oh. Oh. Een kombinetje keep op de brug. Wow. Tot slot gaan we even naar de trampoline. Daar gaan wij proberen eerst een mannelijke sprong, daarna een toch wel zeer sierlijke vrouwelijke sprong. We beginnen met de mannelijke sprongen. Nou. Mannelijk en bijna geen enkel. En nu de vrouwelijke sprongen. Nou, die was wel echt knap, eerlijk. Dat was mijn handen zo, toch? Ja. Ja, oké, mooi. Nou, dit was het einde van de video. Ik hoop dat jullie hem erg leuk vonden. De vier turners, turnstertjes, zitten hier achter mij. Jongens, allemaal bedankt voor vandaag. En dames tegelijk, hè? Jongetjes, meisjes, maakt het maar niet uit. Duimpje omhoog en tot de volgende keer. Doei! Later! Net had je, ja, dit is wel leuk. Kijk, zo moet hij.